Monique Smit, dit is leuk en dit is schattig. Die zit op een knalroze wolk van puur geluk, maar ook die van nachtvoedingen en heel veel slaaptekort. Ze is namelijk pas geleden bevallen van haar derde kindje. Na twee jongens wordt er deze keer beschuit met roze muisjes gegeten. Onze verslaggever Lieuwtje Dijkstra ging op kraambezoek in Volendam. Hallo. Daar is ze. Ja, daar ben ik. Hi. Nou, hi. Ik denk, ik klop maar, want voor hetzelfde ligt er een kleine baby te slapen. Ja, ik moet zeggen, met nog twee mannen hier in huis, is ze wel wat drukte gewend, hoor. Waar is de kleine? Ze ligt hier om het hoekje. Oh. Even geluiden, hè? Hallo. Oh, wat een poppetje. Hoe is je bevalling eigenlijk gegaan? Het grappige is om nog wel even erbij te vertellen. Ze is op dinsdagnacht geboren. Yeah. En op maandag stond ik nog in de kermistent op te treden. Dat meen je niet? Ja, ja, dus het hele dorp was hier een beetje rep en roer. Lus je koffie? Nou, ik lus wel een bakje. Ja. Ik denk jij ook. Met en beschuit met roze muisjes natuurlijk. Hey, heb je het nou wel meer nodig? Koffie op een dag met drie kids? In ja. Ja, je kan wel wat koffie gebruiken inderdaad. Je had eerst natuurlijk een hok vol mannen en nu is ook een kleine dame bijgekomen. Ik kan het nog steeds niet geloven. En Lofi is natuurlijk best wel een bijzondere naam. Hoe ben je daar opgekomen? Ik heb natuurlijk vorig jaar met Kidspop in theater gestaan. En na iedere theatershow maken wij altijd tijd vrij om met kinderen op de foto te gaan. En wat ik dus afgelopen seizoen heb gedaan in theater, is dat ik gewoon aan ieder kindje vroeg met wie ik op de foto ging. En hoe heet jij? En dan heet jij. Oh. Dus ja, ik vind het wel mooi om Lofi, het is een beetje leven en liefde, weet je, in één naam. Dat, En heel veel geluk met dit kleine prinsesje. Dat komt wel goed. Lekker kokonnen, zou ik zeggen. Ja, dat zijn we zeker aan het doen. Het is wel een heel schattig baby. Een schattig kindje is het. En ik moet nog steeds gieren om die beelden van haar op die kermis. Dat ze erbij stond alsof er niets aan de hand was. Ja. Toen dachten wij nog, ze gaat daar ter plekke bevallen. Nou, bijna. Maar dat is bijna gebeurd. Maar ja, nu ze zit op een roze wolk met een kopje koffie. En ze heeft twee heerlijke mannetjes die dol zijn op het kleine zusje. Dus ja, god weet. Is wat vroeg, maar is het gezin nu dit compleet? Dit is het. Dit is het wel, hoor. Dit is zoveel ze aan kan. En ja, weet je, ze gaat ook weer vrolijk verder met Kidspop. De theatershow. En nou ja, zoals we zeiden, ze houdt ontzettend veel van werken. Dus op die kermis stond ze ook nog een dag voor de bevalling te dansen en te springen. En dus te hier ook drie dagen na de bevalling zo ongeveer gaat zingen. Gaan ze daar ook liedjes van VOF de Kunst en van Rita Carita? Of niet? Nee, koffie. Nee, maar ze gaat wel een liedje opgenomen. Dat heet Hello Baby. Oh, ja, in het thema. Ja.